Karel Helder, trotse bezitter van de BU 61, hebben we hem net gezien. In de winter van 1911-1912 gebouwd in opdracht van twee visopkopers, waaronder de familie Koelewijn. Ik heb hem zelf 15 jaar geleden gekocht. En als je dan inderdaad ziet, zoals we dat op de twee films hebben gezien, hoe die bot is op een prachtige manier kunnen kuilen. Ben ik er zelf ook trots op dat ik dat zelf ook nog 3-4 keer per jaar mag doen bij de traditionele visserijdagen, waaronder een hele week bij de visserijdagen in Workum. Dus het schip wordt nog steeds gebruikt waarvoor die gebouwd is. Bij het zien van de film of films zag ik ook verschillende havens. Verschillende havens, zoals Volendam, Enkhuizen, Hoorn, maar ook deze kant, Harderwijk, Elburg. Havens die gemiddeld vol lagen met zo'n 150 tot 250 schepen. In die zin tel ik er iets meer dan de vorige spreker aangegeven heeft, want volgens de tellingen van Bottenbehoud zaten er in de glorietijd, dat moet ik erbij zeggen, ongeveer 2200 schepen op de Zuiderzee. En dan kom ik eigenlijk ook bij Bottenbehoud, de vereniging Bottenbehoud. De landelijke koepel die al in 1968 is opgestart. Waarom? Omdat er een aantal mensen waren die zeiden van hey, overal gaan die botters naar de kelder. Elk groot vissersdorp had zijn eigen kelder, zijn grafkelder zeg maar voor de botters. We moeten die botters behouden. En die studenten in die tijd van 1968 kochten die botters op voor 200 euro. Misschien nog wel goedkoper, misschien kregen ze wel voor niks. Omdat die botters weg moesten. En dat is onze eigenlijk zegen geweest, dat we toen hele clevere studenten hadden die voor die paar centen die botters opkochten. En die dachten eerst van hey, een hele goede goedkope vakantie, een paar centen en we gaan met een stuk of 10 studenten op vakantie 4 weken. En het geld is er weer uit. Maar die studenten die kregen ook honger, zeg maar, van het mooie van het varen met de botter. En dan krijg je een periode van tussen 1965 en 1968, dat men toch heel langzaam eerst inblikken. Zeg maar, de botters kregen vaak een doodskleed. En dan heel langzaam geld bij elkaar sparen om die botters te gaan restaureren. En toen is ook in 1968 de Landelijke Vereniging Bottenbehoud opgericht. Waarom deden we dat? Omdat we vonden dat de botters die er nog waren, eigenlijk moesten blijven bestaan. Dat stuk cultureel varend erfgoed moest overeind blijven. We hebben ook een hele periode gehad tussen 1968 en eigenlijk tot, nou ik kan wel zeggen 2005, waarin we die hele periode hebben gehad van restaureren van schepen. En nu worden ze alweer bijna hergerestaureerd, zou je zeggen. Want gemiddeld gaat een botter ongeveer zo'n 25 tot 35 jaar mee en dan moet hij weer in een nieuw stuk eikenhout. Zo gaat het ongeveer met een botter. Maar botterbehoud is niet alleen maar botters. In het begin waren het alleen maar botters, maar op de Zuiderzee had je ook Wieringeraken, je had ook Lemsteraken, je had ook Staversjollen voor aan de Friese kust, je had de spekbakken. Allemaal schepen die op de Zuiderzee zagen. En alle zeilende schepen van vroeger maken onderdeel uit van de vereniging Bottenbehoud. Totaal hebben we nu zo'n 125 schepen die de, zeg maar, de originaliteitsstempel hebben. Waarvan van die 120 ongeveer 65 botters. En de rest zijn dus Wieringeraken, Staversjollen en de andere schepen die ik net noemde. Daarna zijn er nog een stuk of 30 die zijn in aanloop om dat keurmerk te krijgen. Omdat in die periode van 1965 tot 2005 zijn er een hele hoop schepen omgebouwd met kajuiten en dat soort dingen. En wil je het kwaliteitsmerk krijgen van Bottenbehoud, dan moeten ze weer in de originele staat teruggebracht worden. Daar zijn afspraken over gemaakt
Dat ligt allemaal helemaal netjes vastgelegd op papier hoe ze eruit moeten komen te zien. En daardoor is de vloot ook zo heel mooi uitgebreid zoals die nu is. Ik verwacht zo rond 2020, 2025 dat de vloot ongeveer uit 150 schepen bestaan. Want veel oude schepen zijn er niet meer. Eigenlijk alles wat er is, is wel bekend. Er liggen er nog een stuk of 10 die eigenlijk helemaal opnieuw gerestaureerd moeten worden. Nou, dan praat je toch gauw over in de orde van 300.000-400.000 euro. Dus dat doe je niet even. En de prijzen die vroeger voor een botte werden betaald, zo, dus nieuwbouw van zo'n 2.500 gulden, denk ik, in die buurt. Als je nu een beetje knappe botter wil kopen, dan ben je meer dan een ton kwijt. En dan is die ook tweede of derde hands ondertussen. Dus daar praten we over. Maar het is wel een cultureel erfgoed van ons allemaal. Wat ik vanavond ook gehoord heb. Iedereen heeft zijn hart bij die oude visserij. Een plaats als Spakenburg-Bunschoten, visserijdagen, kan niet zonder botters. Kan niet zonder dat stukje erfgoed van ons allemaal. Laten we daar zuinig op zijn met z'n allen. En probeer ook de lokale organisaties, zoals hier in Spakenburg, maar dat heb je ook in Elburg, dat heb je ook in Kampen, dat heb je ook in Makkum, waar nu de BU 61 ligt en waar ik zelf vandaan kom. Overal hebben we die lokale kleine bottenbehoudclubjes. Die proberen ook de jeugd te betrekken bij het varen. Want ook wij worden ondertussen grijzaards. En we hebben opvolgers nodig die ook het hart gaan krijgen bij de botters. En ik zou bij deze iedereen op willen roepen, blijf dit varen erfgoed steunen.